Hallo, ik ben Tom de Moor en ik ben blij dat ik jullie digitaal iets meer mag vertellen over Dark Matter, de voorstelling die jullie binnenkort in Schouwburg Kortrijk zullen zien. Een voorstelling van Cherish Menzo, een heel krachtige maakster, een Nederlandse die haar tijd verdeelt tussen Amsterdam en Brussel en in België onder meer onderdak vindt bij Grip, het choreografische platform rond Jan Martens. Menzo is iemand die van kindsbeen af al gefascineerd is door dans. Ze bespioneert onder meer haar tante, die heel vaak thuis aan het dansen zal zijn. En ambieert als kind dan ook een carrière in die sector. Dat is niet meteen het pad dat haar ouders voor haar zien. Onder wie de bekende voormalige doelman van Ajax, Stanley Menzo. En dus blijft het voor Cherish voorlopig bij optredens in de woonkamer, voor haar familie en één enkele keer een optreden op de Nederlandse televisie bij een mini-playbackshow voor kinderen van BN'ers, bekende Nederlanders. Ze gaat zelf eerst in het MBO een diploma als luchtvaartdienstverlener halen, alvorens ze auditie begint te doen om dan toch met die ultieme ambitie iets aan te vangen. Bij die auditie is het vrijwel meteen raak. En dus gaat ze jazzmusical en moderne dans in Amsterdam studeren. Tijdens die opleiding wordt ze enorm geconfronteerd met de witte maatstaf van de danswereld. Een enorme focus op het klassieke ballet als de holy grail van wat een danseres kan bereiken. Een maatstaf waar ze zichzelf aan wil houden, maar waar ze zich als jonge zwarte vrouw maar heel moeilijk mee kan vereenzelvigen. Dat zal meteen een heel belangrijk motief in haar carrière zijn. Onlangs nog was ze een van de 600 kunstprofessionals uit de Lage Landen die dit probleem aankaarten in een open brief. Menzo stelt naast deze wereld van jazzmusical en moderne dans een meer urban component. Ze sluit zich aan bij de hip-hopgroep The Rebels in Nederland. En ze zou haar studies ook vervolledigen met Urban Contemporary aan de Hogeschool voor Kunsten. Daar begint ze een aantal heel belangrijke invloeden tot haar vocabularium te nemen. Hip-hop uit de late jaren 90 en vroege jaren 2000, met een sterk nostalgische toets, is daar een heel belangrijke van. Maar ook de Japanse striptraditie van manga, en dan voornamelijk het karikaturaal groteske element daaruit. En science fiction, de speculatieve toekomsten in een posthumanistische wereld. Deze drie tendensen zullen we ook in Dark Matter heel expliciet aan bod zien komen. Menzo zal meteen op de radar komen van een aantal makers, zowel uit de Lage Landen als in een internationaal kader. We denken dan in België aan Lisbeth Gruwe, in wiens magnetisch eruptieve voorstelling The Sea Within ze aantreedt. En Jan Martens, bij wie ze al meermaals op het podium stond, onder meer in The Dog Days Are Over, zijn acrobatische gymchoreografie. Ook internationaal wordt ze gezien. Akram Khan scout haar bijvoorbeeld als een van zijn dansers bij de choreografie die hij maakt voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen, in een regie van Danny Boyle. Menzo begint ook eigen werk te maken. In 2016 is er bijvoorbeeld Efes, een voorstelling die ze samen met Nicole Geertruida maakt, waar de beiden in een sportoutfit tegenover elkaar in de arena van theater komen te staan om een soort uitputtende onderlinge strijd aan te gaan met hoe we een ander bekijken en aan een maatstaf van perfectie houden. We zien een zeer zachte Geertruida staan ten opzichte van een zeer machineachtige Menzo, waar meteen dat science fiction element die bijna posthumane mens in aanwezig zal zijn. In 2018 maakt Benjamin Kahn voor haar de solo Sorry, but I feel slightly disidentified, die in Frascati Amsterdam wordt opgevoerd. Een cartografie van hoe we de ander ervaren en ontmoeten en hoe stereotypen rond exotisme, seksualiteit, verlangen en gender tot perceptie van identiteit leiden. Ten slotte maakt ze ook nog Live, een voorstelling tussen dans en concert, een onderzoek in samenwerking met Müsfik Canmurtuoglu naar hoe relaties ontstaan in performance, enerzijds in songteksten rond afhankelijkheid en onafhankelijkheid,
anderzijds ook door een relatie tussen muziek, dans en performance en hoe die genres elkaar allemaal kunnen beïnvloeden. In deze drie voorstellingen zien we meteen een paar links die heel belangrijk zijn voor het werk van Cherish Menzo. De grenzen tussen verschillende media opheffen, een vermenging van wat de buitenwereld als hoge en lage cultuur aanziet, en een onderzoek naar identiteit, van de zelf en van de ander, en dan voornamelijk naar de zelf door de blik van de ander. Laten we uit een van deze vroege voorstellingen een stukje bekijken. Laten we dat uit live doen. Boom, 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 boom. Na de samenwerkingen volgt met Jezebel haar echte solo-debuut. Een voorstelling die ze maakt in samenwerking met Frascati Productions in Amsterdam. Een huis waarvan ze de open sfeer meteen kon appreciëren en waar ze het gevoel had dat er echt naar haar geluisterd wordt. Ze kwam daar aankloppen met een concept om een voorstelling te maken rond de zogeheten video vixens. De modellen die aantraden in de videoclips van de hip-hop acts uit de late jaren 90 en die haar destijds als tiener ook enorm bepaald hebben. Heel uitdagende zwarte pin-ups die geseksualiseerd worden door het mannelijke publiek en die een soort standaard vormden waarvan ze zelf vond dat ze eraan moest voldoen, maar tegelijkertijd een vervreemding voelde aangezien ze haar lichaam er niet mee kon identificeren. In Jezebel wil ze die hip-hop honeys opvoeren op een podium, maar wil ze ze bevrijden van de mannelijke blik waarmee ze normaal voorgeprogrammeerd bekeken worden en wil ze al die vooroordelen van zich afschudden. Ze zal als een pin-up de bühne opkomen, twerkend binnen de sex-sells-filosofie van de ride-or-die-mentaliteit van de late jaren 90, de hip-hop scene. Maar zal die gaan overdrijven, net zoals figuren zoals Missy Elliott dat deden. Ze zal in dat hyperbolische ook animale elementen toevoegen, de lange nagels die bijna klauwen zijn, en zal er ook testosteron in injecteren, door bijvoorbeeld op een lowrider motorfiets op het podium te verschijnen. Op die manier vervreemdt ze ons van de video vixen, net zoals die video vixen haar destijds van zichzelf vervreemde. Het is een voorstelling die niet onopgemerkt bleek. Ze zal verschillende keren in de prijzen vallen, werd ook geselecteerd voor het theaterfestival en zorgt ervoor dat Jan Martens haar recruteert als vast lid van Grip. Het is een voorstelling die weer een aantal typische elementen van het werk van Menzo herbergt. Schoonheid en het groteske die naast elkaar geplaatst worden. Een vervreemdend element, vervreemding weg van de traditionele perceptie.
Ze brengt het gekende op het podium, maar niet op de manier zoals we het kennen. We gaan nog even terugblikken op Jezebel met een aantal sfeermomenten. Ja, en nu is er dus Dark Matter, een voorstelling die begint in het vacuüm waar Jezebel eindigde. Een voorstelling waar hip-hop opnieuw een belangrijke rol in speelt en die verder zal zoeken hoe we lichamen kunnen loswrikken van de dagelijkse omgeving en de opgedrongen perceptie. Geen solo ditmaal, maar een duet met Camilo Mejía Cortés, Colombiaanse danser die in Brussel resideert en onder meer veelvuldig bij Neat Company al te zien was. Het blijft eigenlijk niet enkel bij deze twee, want per locatie zullen ze ook een zogeheten Distorted Rap Choir samenstellen, dat specifiek voor de voorstelling een rap anthem zal schrijven. Dat anthem dat wordt gecreëerd in workshops die het duo op de locaties zullen geven in de chopping en sewing techniek van de hip-hop traditie. Een remix techniek waarbij het tempo van de muziek heel sterk vertraagd wordt, waardoor tijd gerokken wordt en nieuwe mogelijkheden ontstaan. Niet alleen in de tekst en de muziek, maar ook dus in de beweging. Camilo en Cherish putten inspiratie uit de ruimte, waar donkere materie en zwarte gaten mysterieuze sleutels kunnen vormen tot nieuwe lichamen. Ze starten de voorstelling ook met een heel donker scènebeeld, omgeven door dark matter. Dark matter die zelfs uit hen komt gelopen als een soort teerachtige substantie. Er zullen distorted beats uit de boksen schallen, waarbij de lichamen in elkaar haken en de twee elkaar zullen vinden in een apocalyptische jungle. Daar bevrijden ze zich van de verbeelding van het zwarte lichaam door de externe blik van de popcultuur en voeren ze een bijna ritualistische choreografie op. De voorstelling is een belangrijke zoektocht naar nieuwe vormen van bewegen, naar transformatie van het lichaam en naar een fluiditeit in beeldvorming, letterlijk en figuurlijk. Op die manier past ze perfect in grip, het platform van Jan Martens, een maker die ook eigenlijk met elke voorstelling een nieuwe bewegingstaal zoekt en een manier zoekt om een bepaald aspect van onze identiteit op de korrel te nemen. Voor Menzo is dat het Afrofuturisme, want
Dark Matter biedt een reshuffle van het zwarte lichaam dat zich op een nieuwe manier zal kunnen verhouden tot de complexe buitenwereld. Het wordt een heel sensoriële voorstelling, niet alleen in beweging, maar ook in beeld. We zien sterke decors, we zien heel opvallende kostumering. Geluid zal een belangrijk aspect zijn. Niet alleen de muziek, maar ook het woord. Teksten van Menzo zelf en van bekende schrijvers, zoals de Afro-Amerikaanse dichter Paul Laurence Dunbar. Een voorstelling die heel wat indruk zal nalaten, die soms misschien lichtjes abstract overkomt, maar die eigenlijk net de bedoeling heeft om te abstraheren, om ons los te laten komen van de traditie en onze blik open te breken. Ik eindig graag met een aantal woorden van Cherish en Camilo zelf. Ik toon jullie een aantal beelden en een aantal interviewstukjes van tijdens het maakproces in residentie in La Villette. Maar ik zou zeggen, wie absoluut nog niets wil zien van de voorstelling, kan hier de inleiding stoppen. Er is slechts een heel lichte spoiler warning en dan kunnen jullie nog een tweetal minuten met de makers zelf doorbrengen. Ik wens jullie alleszins een geweldige voorstelling daar in Kortrijk. Ik dank jullie om naar deze inleiding te luisteren en ik hoop jullie daar binnenkort nog eens in levende lijven terug te zien. Tot ziens. Hello, my name is Cherish Menzo. I'm a dancer and performer and also dance and performance maker. Dark Matter is a duet with Camilo and myself on scène. And next to that, for every performance or in each city that we perform, we invite 8 to 10 people locally with us on stage. We look at the title itself, Dark Matter, which is this astronomic element, which for me is something very interesting because it brings a lot of speculation, the future, post-human, what would such a universe or such a reality consist out of? And I guess more specifically, because we are two black performers, also the relationship with post-humanism and the black body, what kind of possibilities, but also frictions that actually bring with it. I think this week has been really interesting to work here because suddenly we had bigger space to imagine the piece, to imagine the possibilities. And this week we've been diving into images and ideas of the body and bodies that we belong to or we don't. And that's been really interesting. During this residency, the first week actually, also the sonographer Morgana joined us and we've been experimenting a bit to see what the whole set will look like. It's still something in process and new actually. There's different elements that we're bringing in the research, in the creation. We're working obviously with the body, with movement, but also vocally. So to also understand what the relationship between the body and the voice is. And then more specifically, we look into that within rap. So we try to write our own lyrics. It's not self-erosion. It's not emotion. Coffee like the sea, coffee like the ocean. Slogans have emotion. Slogans have emotion.